En dat is echt heel belangrijk, dat de tong uit de mond is. Dat je één groot kanaal aan het maken wordt. En dat is... In deze aflevering zien we dat je nooit te oud bent om te leren. Het klinkt raar, je bent als ervaren slagwerker, krijg je toch weer even zo tik, een klap voor je kopje. En is er een discussie tijdens de ledenvergadering? We hadden net een kleine opening met dat roleren. Om de clubkast te spekken organiseert Andels van Varenkorps het dagtoernooi Open Andel. Er moet toch geld in binnenkomen. En om allemaal langs de deur te gaan met slaatjes en al dat gehoer en zo. Ja, dan zeggen ze, dat komen ze ook weer aan. Dat gaan we dan krijgen op een gegeven moment natuurlijk. Dus ik zeg, zouden we nu weer eens niet eens een keer darten proberen? Want dat is best hot natuurlijk. Hè? Want ja, iedereen zit tegenwoordig naar de darten te kijken. Vandaag is het zover. Ad heeft er al weken voorbereiding in zitten. Komt goed. Oktober gaat hij op pad om bij de sponsoren langs te gaan van wat die dan willen schenken. Of kan financieel zijn, maar dat kunnen ook ja, eigenlijk cadeautjes zijn om te verloten. En bij de bollen, de schuur regelen en zo. Dus dat doet Ad allemaal. Verlichting opgehangen, vloerbedekking neergelegd. Dus dat moet ook allemaal gebeuren. WC-wagen geïnstalleerd. Al de spullen die nodig zijn voor het toernooi worden geleverd door een bedrijf. Daar stellen ze dan op in een hele lange rij zo. Er staan overal die spotjes hangen erbij. Nou, je kunt van tevoren inschrijven. En daar houden jullie zelf allemaal bij. Daar hebben ze allemaal een eigen beheer. Dus dat vind ik dan wel mooi. De rest is allemaal voor ons. We hoeven er niks van te hebben. Maar ja, dat is wel het leuke ervan. Er wordt vanavond niet alleen gedacht, er is ook een loterij. Ad heeft flink wat prijzen weten te regelen. Die moeten alleen nog maar worden opgehaald. Een weerstationnetje, waar ook foto's in kunnen. En een mini kruimeldief. Nou, en dan heb ik dan die plantenbakjes. En ja, meteurs erbij, denk ik dan. Goeie 20, 25 prijsjes hebben we dan. Dat is zat. Je moet het allemaal weer kwijtraken ook, hè. Zo, hé. Hey. Geluk. Zonder nog te verloten. Ja, dat gaat goed. Ja, dat gaat. Wel een beetje in de sfeer. Echt grappige dingen, hè. Dat is een gaaf ding. En dan kunnen we mee filmen en foto's maken of zo. Ja, hartelijk dank. Veel succes ermee. Ja, dat gaat wel lukken, denk ik. Daar wordt Bas vast wel even blij mee. Oké. Vooral Ad's beste vriend Sjaak is altijd wel bereid wat lekkers te sponsoren. Ik denk dat toch wel 55 jaar met de maat is. Ja, dat zeker, klopt. Zeker. Ja, dat klopt. Van vroeger af. Ja. Ja, dat klopt. Dus, ja, dus het is gevaarlijk dit hier. Als je hier binnen stapt, dan gaat er gelijk de neus achterna. Ja, dat trekt altijd aan. Dus die sponsoring is zo geregeld. Ah, moet je eerst door de palletage, hoor. Ja. Het is niet zo dat we er gelijk schenken, hè. Nee. Wordt hier wel gekeurd, dus. Ja. Maar goed, daar valt altijd over te praten. Ja. Ja, zonder meer. Ja. Oké. Okay. De prijzen zijn binnen, de koelkast gevuld. Ad is er klaar voor. Maar er zijn heel veel mensen die het data niet snappen. Hè? Want als je de spelregels eigenlijk niet weet, ja, als je dat bord ziet ook weet wel, dan denk je, nou ja, dat gaat goed op pijltjes in zitten hoor. En, ja, je moet altijd dubbeld uit. 100. Maar op het lijst is het zo, als het dan even niet loopt bij die mannen, ook bij die grote op de televisie, dan komen ze wel eens uit op dubbel 5. Ja, dan gooien ze enkel 5, dus dan moet je eerst weer een 1 gooien om op dubbel te kunnen gooien. Want je moet altijd dubbeld uit. Nou, hoeveel pijlen dat ze daar soms op moeten gooien. En dan beginnen ze weer bij een nieuwe lek en dan gooien ze gelijk 180. Dat snap ik niet.
Nu het darttoernooi in volle gang is, kan Ad met zijn loterij beginnen. Alhoewel... Zit er ook verzekering in? De frituurpan die Ad heeft bedacht is iets te veel van het goede. Ja, dan vroeg ik zo wat er allemaal gegeten wordt. Ja, bijna allemaal frikadellen eet hij, dus toen dacht ik bij mij van ho, dat ga ik ook doen. Nou, die moet eruit dan, van de koelkast. Doet je het weer? Ja, dan staat de frietpan aan en dan staan alle verlichtingen aan de kakkel aan. En, ja, we een paar koelkasten en dan is het vloep. Alles donker. Die ene van ik dat de blokje, dan heb ik stroom niet op. Laat zo maar even zitten. Geen frikandellen voorlopig. Maar gelukkig hebben we de loterij nog. Kijk, 15 voor een tientje en 7 voor 5. Maar 7, ja. De hele avond loodjes verkopen voor de clubkas. Kijk eens. Hartstikke bedankt, hè. Je had het 1400 euro opgebracht zo'n avondje daten, dus dat is toch mooi geld voor de vereniging. 7,6. Ja, is ie. Oh! 407. En 518. Ik tel door een maatje van. 1, 2, 3, 7. Anders van Varenkorps is met het project Vita Eterna bezig. Belangrijk onderdeel zijn de workshops. Vandaag werken ze aan hun muzikale skills. Met de bedoeling dat iedereen er beter van wordt. Het hele doel van het project is een leven lang leren. Het belangrijkste is, en dat is echt heel belangrijk, dat de tong uit de mond is. Tong is uit de mond. Waarom moet je tong uit de mond? Dat je één groot kanaal aan het maken wordt. En als je... Oké. Ook heel belangrijk. Van ademhalingstechnieken tot het vasthouden van je trommelstokken. Je speelt al zo lang en sommigen hebben ook al heel lang geen les meer. En het is wel eens lekker om weer wat nieuwe dingen te horen en wat... denk je, hey, ik heb altijd die stokken vast. Krijg je weer wat tips om het toch nog een beetje anders te doen. Om te zorgen dat je niet blijft doen wat je altijd al maar deed. Je ziet, op een gegeven moment kom je op het plafond, hè, van nou, sneller ga ik niet. Ineens ga je dan... Ik ga heel erg mijn best doen om sneller te spreken. Het klinkt raar, je bent als ervaren slagwerker. Krijg je toch weer even zo tik, een klap voor je kopje. De workshops zijn het initiatief van Anders van Varenkorps, maar toegankelijk voor alle muzikanten uit de regio. Wij zijn zelf ook helemaal niet gewend om workshops te organiseren, maar ook niet om te volgen. En ja, het is toch wel erg leuk om op deze manier ook met elkaar bezig te zijn. Goed, wat ik jullie probeer wijs te maken vandaag is hoe dat je eigenlijk het makkelijkste kunt spelen. Niet iedereen is beroepsmuzikant zoals mij en niet iedereen kan zoveel tijd uittrekken om op een instrument te spelen. Dus heb ik proberen tips mee te geven hoe dat je minder tijd moet spenderen om toch meer resultaat te halen. Dus gewoon geen tongslag. Oké, doe maar. Ja, maar nu direct de G. Dus iets meer lucht. Heel makkelijk. Ja, nou, valt nog best tegen. Ja, het is gewoon coördinatie en denken en doen. Straks veel doen, denk ik. Ja. Is muziek eigenlijk de meest universele taal die er is. Dus vanuit dat proces ga ik met alle kids en ook volwassenen zelfs ga ik aan de slag. Nu heeft hij jou gekozen, je bent weggegaan. Inderdaad, en dan mag jij de volgende kiezen. Er zitten hele creatieve mensen bij en andere mensen die je een beetje moet sturen om te helpen om die taal wat beter te leren spreken, zal ik maar zeggen.
Workshops, een dagtoernooi. Het is allemaal leuk, maar het moet wel geregeld worden. Daar wordt vanavond over vergaderd, tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. In het clublokaal onder de supermarkt is net genoeg plek. Want er is best veel te bespreken. Welkom iedereen. Jullie hebben allemaal agenda ontvangen en de bijbehorende bijlagen. En we gaan allereerst naar de notulen van vorig jaar. Ja, ruim 2 jaar ben ik secretaris van de vereniging, dus dat is een leuke taak. Belangrijk agendapunt, het financiële verslag. Vita Eterna, daar staat een bedrag. Dat is dus het bedrag wat wij gekregen hebben aan subsidies, minus wat er dit jaar of het afgelopen jaar dan uitgegeven is. De dartavond, we hadden minder inschrijvingen en dan zijn er ook wat minder mensen en heeft dan toch wel gelijk invloed op de opbrengst, maar het is toch bijna 1300 euro op een avond. Zeker. Toch een prachtig bedrag. Ja. Een dirigent kost geld, instrumenten kosten geld, maar ja, het moet ergens vandaan komen. He, dus er worden, ja, het is bij ons niet alleen muziek maken, maar ook acties voeren om te zorgen dat er voldoende geld binnenkomt om de dingen te doen die we graag willen. Discussiepunten worden niet uit de weg gegaan. Een groot struikelblok staat ook dit jaar weer op de agenda. Het bestuur. Feit is dat er 3 functies vakant zijn. En de vraag is, hoe gaan we het oplossen? Vroeger was het een eer om bestuurslid te zijn. Maar die tijden zijn voorbij. Comité ter behartiging van de belangen van Anders van Varenkorps. Dus die hebben dus, er was dan een comité buiten het bestuur om of buiten de leden om. En die organiseren dan de feesten of de evenementen. Maar helaas hebben we zo'n comité nu niet meer. Dus het is best een hele grote klus hoor, om in het bestuur te zitten. Dat mag je wel van mij aannemen. Ik zit niet in het bestuur meer. Ik ben ook een tijd voorzitter geweest van AFC. Ik heb daar zelf ook inderdaad wel actief over nagedacht. Van ja, het is je vereniging en je hebt echt wel hard voor de zaak in die zin. Alleen het kost gewoon best wel wat tijd en je moet die tijd vrij kunnen maken en om dan ook inderdaad volledig daarvoor te kunnen gaan. Of is er een ander idee om dit probleem, deze uitdaging aan te pakken? Ja, dan wordt het stil, maar het is wel lastig. Na praten en nog eens praten komt er een tussenoplossing. We hadden net een kleine opening met dat roleren. Toen zag ik al een paar mensen van, dan is het misschien wel. Tenminste, dat dacht ik af te lezen in blikken. Het voorstel was om vanuit de verschillende commissies die actief zijn binnen de vereniging, 1 persoon per commissie deel te laten nemen aan de bestuursvergaderingen. Zodat het huidige bestuur dus ondersteuning krijgt vanuit die commissies. Voordat er een nieuw bestuur is, zullen er waarschijnlijk nog wel meer van deze bijeenkomsten nodig zijn. Volgende keer in Met de Muziek mee. Er wordt druk gerepeteerd voor de Open Nederlandse Fanfarekampioenschappen. Ja, dat is nog niet wat het zijn moet natuurlijk. Kunnen we dat doen? Ja. Vorig maandag, ja.